Loet van der Vorm filmt hier een panorama met op de achtergrond de Bosjeskerk bij het Pompenburg. De molenstomp van de Blauwe Molen, stadhuistoren. Laurenskerktoren. De Hugo de Grootstraat met voetgangers en het Witte Huis. Hij staat met zijn camera waarschijnlijk op het dak van de getroffen fabriek van Jamin aan de Goudse Rijweg, Hugo de Grootstraat. Deze beelden maakte hij vanaf dezelfde plek, op de achtergrond de molen aan het Oosterplein. Die ontploffing was vermoedelijk nodig voor de sloop. Het Haringvliet, gezien vanaf de zuidzijde bij de Spaanse Kade. Op de achtergrond de Pakkenbrug over de Nieuwe Haven. De camera staat bij de Spanjaardsbrug tussen de Oude Haven en het Haringvliet. De Laurenskerk. De keldergewelven onder de straat zijn gespaard door bommen en brand. Links het torentje van de papierfabriek van Cats, Hoek Goudse Singel en Hugo de Grootstraat, gefilmd bij de Nieuwe Haven. Dit was toen plan C aan de Oude Haven. Het GGD-gebouw in aanbouw aan de baan bij de Schiedamse dijk. Loet van der Vorm filmt de Leuvenhaven en beweegt zijn camera langzaam richting centrum tot het torentje van de Oude Bijenkorf aan de Koolsingel. De restanten van de kerk van het Heilig Hart aan de Van Oldenbarneveldstraat. Beeld van de verwoesting, vermoedelijk gezien vanaf de Nieuwe Kerkstraat bij de Aart van Heestraat. Het Maasstation lag tussen de Nieuwe Maas en het Boerengat. Boven de trein zien we de Miss Blanche reclame op de sigarettenfabriek aan de Admiraliteitskade. Het Oogleidersgesticht aan de Oostmolenwerf. Er werd 5 miljoen kubieke meter puin geruimd en afgevoerd naar terreinen in Rotterdam-Noord langs de Gordelweg en aan de Noorderhavenkade. Daar werden de stenen afgebikt en opgeslagen om weer gebruikt te worden. Al het ijzerwerk werd verzameld en waar mogelijk bewerkt om weer dienst te kunnen doen.
Veel puin werd ook gebruikt voor demping van het deel van de Schie bij de Schiekade tussen Hofplein en Stadhoudersplein. De uitgebrande Statendam bij de Holland-Amerika-lijn aan de Wilhelminakade. De Duitsers hadden een mitrailleur aan boord geplaatst om te kunnen vuren op de Nederlandse verdedigers aan de overkant van de Nieuwe Maas. Maar die schoten terug en bij die gevechten brak in de middag van 11 mei brand uit. Door de oorlogshandelingen kon de brandweer er niet bij en in de volgende dagen brandde de Statendam volledig uit. De synagoge aan de Boompjes, gebouwd in 1725. Loet van der Vorm staat nu met zijn camera op het Noordereiland en filmt de boompjes aan de overkant van de rivier. Er komt net een Duitse kolonne voorbij met paard en wagens, ruiters en voetvolk. De restanten van twee Duitse Heinkel HE-59 watervliegtuigen op het bolwerk. De Duitsers wilden met 12 toestellen 90 man afzetten bij de brug met rubberboten om de noordelijke oprit te bezetten. Deze twee toestellen kwamen daarbij in aanvaring met elkaar. Op de achtergrond de spoorbrug. Loet van der Vorm en zijn vrienden bekijken een neergeschoten Heinkel HE-111 bommenwerper in de omgeving van vliegveld Waalhaven. En kennelijk niet bewust van gevaar bekijken ze een blindganger. Een kleine 50 kilo bom, type SC-50. Zulke bommen werden door die Heinkel toestellen vervoerd. Loet vindt zo te zien ook nog een granaathuls. Dit is Loet zelf die uit een bomtrechter klimt bij de molen aan de Kromme Zandweg. Een kolonne van personenauto's, waarschijnlijk gevorderd, rijdt langs de brouwerij in de Oranjeboomstraat. Deze Duitse borden bij de veerhaven verwijzen naar de ortscommandantuur. Tot slot is Loet van der Vorm op de begraafplaats Krooswijk. De Nederlandse soldaten die bij de verdediging van Rotterdam sneuvelden, zijn daar bij elkaar begraven. De vorm van de graven was voor iedereen gelijk, welke rang die ook had. Een wit kruis, voorzien van de naam en het wapen waar die had gediend. Bij de grotere kruisen zijn niet geïdentificeerde gevallenen begraven. Ook de Duitse gesneuvelden hebben hier een plaats gekregen.